Zoek je nog coins? Ga dan naar www.justfifacoins.nl. De link staat in de beschrijving. En nou even vergeet betaal niet de code hard, alle letters in hoofdletters, te gebruiken voor 5% korting. Welkom mensen bij Dodelijk Duo, een serie die ik door FIFA 15 heen mogen doen. Waar het op neerkomt is, zodra ik een spitseru heb of een spits, die gewoon heel goed werkt. En meestal is het natuurlijk twee, want Dodelijk Duo, je snapt wat ik bedoel. Dan zal ik daar een video van maken. Ik zal ze een in-game stats laten zien. Ik zal vertellen waarom ze zo goed spelen, wat de ene goede spe spelers hun sterke punten zijn en de andere. En dan raad ik je basically aan om ze te halen, want waarschijnlijk zullen ze cheap zijn, aangezien ik op de PlayStation zoveel mogelijk zeg maar, met een laag budget ga spelen. Dus zonder al te veel gedoe, laten we beginnen. Als eerste bij de ingames test van Qualiarella. wat je gelijk opvalt, is dat deze man goede positionering heeft. Hij nou, is zo goed in juist de juiste plek staan voor die rebound, voor die ene kans die hij nodig hebt. zeg ja, maar helemaal voorzet of even een paas of wat dan ook. Wat hij ook goed bezit, is goede technische vaardigheden. Goede longshots, 88 om precies te zijn. En zoals je kunt zien, heel veel stats in de hoge 70. Daarnaast heeft hij ook een 4 ster weak foot. Tero, daarentegen heeft ook heel veel goede stats. 82 kracht bijvoorbeeld. Goede reactions. En wat ik aan hem zal zien bij zijn technische vaardigheden. Is hij heeft heel veel stats in de hoge 70. 82 ball bijvoorbeeld. Maar kijk hoeveel 70 hij heeft. Dat is het teken van dat hij een goede all-round is. Hij kan passen, dribbelen, redelijk rennen, schieten. Deze man is echt super handig om in je team te hebben. Dan gaan we wat meer in game over ze praten. Met Tirol was ik positief verrast. Ik ging naar dus zijn pagina en heel veel mensen vonden hem vorig jaar fijn. Wat ik aan hem merkte is inderdaad dat hij alles redelijk kon, maar hij excelleerde in niks. Want hij was dus niet echt in iets geweldig. Kijk, je ziet bijvoorbeeld in sommige shots, hij kan heel goed afmaken. Dat is zeker een creditpunt van hem. Maar af en toe mist hij ook gewoon kansen. Maar wat het wel wat fijn aan hem is, is hij kan echt alles. Letterlijk gewoon. Hij kan koppen, hij kan passen, hij kan de bal afpakken, hij kan dribbelen. Hij kan een redelijk trucje doen. Een nou, drie ster skills, weet je. Het is, het is wat je nodig hebt. En dat is super fijn om te hebben. En dat voor 300 coins. Kan je gewoon heel erg lang, heel goede plezier mee hebben. En dan hebben we Qualiarella. Nou, wat het met hem is, is... Hij is niet snel. Echt, echt totaal niet. Maar wat het met hem is, zieke longshots. Kan heel goed zijn in de korte ruimte. Met de korte combinaties zijn prima met hem. Zijn vollies, geweldig. Zijn schoten, alleen nog maar beter. En zijn penalty's zijn ook gewoon prima. Kwalirella is een echte afmaker die ook wel een beetje kan dribbelen. En meer moet je er ook niet voor gebruiken. Is deze combinatie handig? Jazeker. Ze vullen elkaar heel goed aan en ze kosten bijna niks. Maar dit was deze aflevering. Laat een like achter als je genoot. Abonneer als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zie ik jullie later. Doei.